Graverhout is een stichting waar mensen kunnen rijden met een beperking. Alles draait hier zo'n beetje om paarden. We hebben hier mensen lopen die gewoon paard willen rijden. We hebben mensen lopen die bijvoorbeeld verstandelijk een handicap hebben. We hebben ook mensen die lichamelijk misschien een handicap hebben. Of mensen die in het dagelijks leven sociaal wat minder handig zijn. Of misschien nog wel heel veel kunnen leren. Bij de manege en met paarden heb je ook zorg nodig voor de paarden. Dus we hebben heel veel vrijwilligers die meehelpen. Sommige mensen doen op stal een klusje. Andere mensen worden ingezet bij de lessen. Weer een ander zorgt dat de koffie klaar staat. Wat gaat er vanochtend gebeuren? Lichamelijke gehandicapten. En die gaan op een huifbed en die voelen het contact met de paarden. En dat is voor hun een welzijn. Als zo'n gozer op het paard stijgen, bij wijze van op het paard geholpen worden, dat er wat verandert in die kinderen. Er komt een soort van blijdschap over ze die je daarvoor niet zag. Dus het doet wat met ze. Ze kunnen niks uitbrengen, maar af en toe dan krijg je een glimlach of een gil. En dat is een teken van waardering en daar doe je het voor. Het is ontspannend. Ze zijn altijd heel tevreden op het heufbed. Door de beweging van de paarden en de warmte die de paarden afgeven. Het schommelt lekker. Soms vergelijken we het wel eens een beetje met een soort van mini maatschappijtje, heel in het klein hier, waar mensen kunnen oefenen. Bijvoorbeeld een aantal jonge meiden hebben we hier. Het kan zijn dat een aantal van die meiden thuis niet zo leuk hebben. Om dan hier te ervaren dat dingen toch succesvol kunnen zijn. Dat dingen toch in harmonie wel kunnen gebeuren. En ja, dat ze daarbij het voorbeeld krijgen van een paard, dat kan gewoon hartstikke leuk zijn. En dat vertrouwen, dat is niet alleen dan hier in de les met dat paard, maar dat zie je in iemands hele uitstraling. Iemand die staat eerst zo en iemand staat daarna weer de wereld in. Het is hier zeker een lappendeken. We hebben van alles wat ooit bij elkaar is gevonden, is een manege van gemaakt. Maar dat betekent wel dat het niet heel ideaal is. Veiligheid is heel belangrijk hier. Je werkt met hele kwetsbare doelgroepen. Mensen die of niet voor zichzelf op kunnen komen of op een andere manier. Als we kijken naar veiligheid rondom het werken met paarden, dan zou je een stal willen hebben waarbij je onder dak je paarden goed kunt huizen. Maar ook de kinderen en volwassenen die hier lopen gelegenheid geven om te poetsen onder dak. Dat zie je bijna niet mogelijk. We hebben gangpaden die eigenlijk te smal zijn om met een paard doorheen te lopen. Toch lopen we er doorheen. Het zou allemaal wat, toch wel wat geavanceerder, wat mooier kunnen, laat ik het zo zeggen. Dit is niet duurzaam meer wat de toekomst betreft. Ik denk echt dat wij hier dierenwelzijn zo hoog in het vaandel hebben. Dat ondanks de kleine ruimtes we de dieren wel zo goed mogelijk als hij kan verzorgen. Er wordt hier ontzettend goed voor de dieren gezorgd. Ja, absoluut. De betrokkenheid bij de dieren is heel groot. Omdat de sfeer hier leuk is, omdat we de dieren er goed bij hebben staan, omdat we fijne lessen verzorgen. En omdat we niet alleen maar denken aan paardrijden.